De milieuorganisatie Probios heeft de eerste jaguarvangkooi in Suriname gepresenteerd. Dit gebeurde vanmorgen in de Paramaribo Zoo door Erland Sleur, voorzitter van Probios. Sleur zegt dat deze jaguarvangkooi duurzaam en veilig is. Het is voorzien van wielen en het is heel licht. Hoewel de jachtopzieners gebruik zullen maken van de kooi, zal deze in beheer van Probios blijven. De milieuorganisatie zal ervoor zorgen dat de kooi goed wordt opgeslagen en vervoerd. Sleur wijst er verder op dat de kooi is bekostigd door de Surinaamse gemeenschap. Hij heeft ruim $2000 voor de kooi kunnen ophalen. De milieuactivist is blij dat Surinamers hun verantwoordelijkheid hebben genomen om dit project te ondersteunen. Hij hoopt dat er meer van zulke initiatieven komen en dat de overheid die zal ondersteunen. Nee, we zijn allemaal Surinamers. We willen allemaal graag dat we onze natuur behouden. En natuurlijk willen we ook graag dus dat we naar buiten toe kunnen laten zien dat wij ook van ons land houden. Want iedereen, mensen weten het vaak niet, maar er worden rapporten over Suriname geschreven. Van hoe jaguars hier bij bosjes worden weggevangen. Het gaat om wildlife trade. Het gaat niet alleen om jaguars, het gaat ook om andere katachtigen natuurlijk. We hebben die ocelot, die puma, die jaguarundi, margai. Ben ik eentje vergeten, Roy? Of is die? Ai. Dus wij moeten ook op een gegeven moment tonen van, nee, het moet niet zo zijn dat wij dit laten gebeuren. De overheid heeft een belangrijke taak in deze. En ik hoop ook dat er een nieuwe wind gaat waaien binnen het ministerie. Dus dat wij ook kunnen rekenen op hun volledige ondersteuning. Want het is anders geweest. Hesdy Esaias, hoofddienst Landsbosbeheer, is blij met deze stap van Probios. Hij vindt het belangrijk dat deze organisatie haar ondersteuning blijft geven om onze natuur, in dit geval de jaguars, te beschermen. Hij zegt verder dat de mens steeds dichter bij de woongebied van de jaguar komt, waardoor deze katachtige in gevaar komt. Als je kijkt naar de jaguar en de ontwikkelingen in Suriname de laatste jaren, dan merk je dat wij Surinamers steeds meer zijn gaan wonen en leven in het gebied, in het habitat dus, van de jaguar. Dus we zijn eigenlijk de beesten gaan verstoren. Wat krijg je dan? Er kwamen klachten binnen bij LBB van, er is een jaguar die mijn koeien komt opeten. Er is een jaguar die mijn vee komt opeten. Logisch, dat dier gaat op een makkelijke prooi in de buurt uit. Waardoor mensen ze op een gegeven moment zijn gaan afschieten. Het is verboden bij wet om een jaguar af te schieten, omdat het een beschermd dier is. We hebben dus de categorie beschermde dieren. En daar zit de jaguar dus ook in. Wij moeten samen met de politie en deze kunnen optreden. We proberen zoveel mogelijk met voorlichting de mensen adviezen te geven. Hesdy Esaias, hoofddienst Landsbosbeheer. Hij sprak vanmorgen in de Paramaribo Zoo bij de presentatie van de eerste jaguarvangkooi.